Gwen, ben jij een nieuwe kijker? Welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Gwen en ik heb weer een leuk weekvlogje voor jou. Heel veel kijkplezier! Goedemorgen babes, nieuwe week, nieuwe vlog. Vandaag is het zondag 31 maart en vandaag vindt dus mijn allereerste workshop plaats. Het is nog chaotisch, maar ik heb genoeg tijd om alles snel netjes te zetten, dus dat ga ik ook doen. Ik heb muziek aangedaan, ik heb vanochtend gebeden, ik heb zelfs extra om begeleiding gevraagd. Omdat alles zo'n beetje is misgegaan op het laatste moment van de workshop. Alles ging gewoon goed. Ik had heel snel genoeg deelnemers. Ik had allemaal materiaal gewoon op tijd binnen. Alles wat ik aan mijn kant kon doen, heb ik gewoon goed kunnen doen. Alleen de dingen die ik uit handen heb gegeven, dus de goodie bag bijvoorbeeld, dat ging minder. En kreeg ik vanochtend ook nog eens een appje van een van de deelnemers dat ze door omstandigheden niet kan komen. Ik voel me dan een soort van schuldig, want ze heeft betaald. En ik geef mensen tot een bepaalde tijd de ruimte om dingen te kunnen annuleren. Dus die tijd is ook gewoon voorbij. En ik vind het zo erg voor haar. Dus ik ben nu zelf ook nog andere deelnemers aan het appen die graag deel hadden willen nemen, maar gewoon zich niet meer konden aanmelden of dat ze alsnog willen komen. En dat we dan later kijken hoe we het gaan regelen, zodat degene die heeft afgezegd haar geld terugkrijgt. Maar goed, dat is iets wat eigenlijk sowieso, vind ik, niet mijn verantwoordelijkheid is. Alleen gevoelsmatig gezien vind ik het best wel lastig. Ik ga in ieder geval nu snel. Ik ga alles doen wat ik kan doen. Ik ga opruimen mijn woonkamer. Ga ik even snel ombouwen. Ik ga alles goed zetten. Ik heb genoeg tijd. Ik zet ook wekkers, zodat ik de tijd kan kaderen en goed in de gaten kan houden. En ik wil ook genoeg tijd, zodat ik mezelf goed klaar kan maken. En een uurtje voor de workshop gewoon rust kan hebben. En nog informatie kan doornemen, zodat we gewoon goed kunnen starten. Dus het gaat lukken. Ik heb gebeden. God gaat me begeleiden. Gadoye pimi. En wat mijn persoonlijk ding ook is, a probleem voor mij. Ana wan probleem, maar asani voor mij. Temi duwan sani, wisha wan pikin toin sani. Mi wan dwing, aunga wan bepaalde professionaliteit. Mi wan ni wan bepaalde kwaliteit qua visie. En tjasan denai leuk dat, mi dee voel wan zo toevast. Ken je dat? Ik raak dan soort van in de stress, maar mijn stress is niet zo dat ik helemaal rommelig ga lopen doen. Het zit dan in mijn hoofd. En dat vind ik zelf erger. Want omdat het dan in mijn hoofd zit, heb ik geen ruimte om bepaalde positiviteit voor mezelf te creëren. En het gaat eerlijk gezegd de laatste tijd steeds beter om daarmee om te gaan. Dus ik blijf gewoon kalm in mijn hoofd. En ik probeer daarna te denken van oké, hoe ga ik het aanpakken? Wat kan ik het beste doen? Dus nu, ik ben positief. Ik weet niet of ik het in de vorige vlog heb verteld. Mijn logo is dus niet bedrukt zoals ik het wil hebben. Dit is mijn logo. En ik had dit in een veel kleinere vorm op mijn boekjes gewild. Nou, dat is dus niet gelukt. En dat heeft me eigenlijk een beetje verdrietig gemaakt. Want daardoor kan ik dus niet de juiste content maken tijdens de workshop. Om op social media te zetten. Zodat ik de andere workshops kan promoten. Goed, ik ga nu snel. Ik ga in ieder geval doen wat ik kan doen. Dat alleen dit het enige is dat misgaat. Dus let's do it. Als ze droog zijn, zeg maar eromheen en mogen ze op tafel. Yeah. Ja. Babes. Hier is mijn schatje Tania. Ik kom vandaag assisteren. En nu is ze ook make-up artist. Ik ga haar zoveel mogelijk betrekken bij alles wat ik doe. Oké, we gaan zo beginnen, want iedereen is er al. Ik ben zo zenuwachtig. En het, ik hoef niet zenuwachtig te zijn, maar oh lord. The same way you used to, I require more, better than we ever had before. Gonna be hard, though I couldn't blame. Hey babes, het is donker buiten. Het wordt donker. Ik ben kapot. Zaira is thuis. Ze heeft twee cadeautjes gekregen toevallig. Het doet pijn als ik mijn banaan eet met mijn nieuwe tanden. Oh ja, Zaira is net thuis. Het is echt een rommel hier. Haar kamer lijkt letterlijk op onze kelder. Hoe die een paar weken geleden eruit zag. Rommelig, onoverzichtelijk. Maar dat ga ik morgenochtend fixen. Gaat het? Ja. Ik ben echt kapot. Ik ben zo moe. We hebben net samen, hoe laat is het? Zaira was om 7 uur thuis en het is nu, ja schat? Kan je van mij les doen? We hebben in ieder geval samen gezeten, hebben tijd doorgebracht. Zaira heeft twee cadeautjes uitgepakt.
Ze heeft twee nieuwe Barbies gekregen. Mogen we je Barbies zien? Oh, zij, dat kamer is zo rommelig. Ik schaam me. Ik heb allemaal kleren en zo op haar bed gegooid. Dit is Barbie 1. Dit is Barbie 1. Die heeft ze cadeau gekregen van een kennis. En Barbie 2 is echt cute. Barbie 2 heb ik per toeval gezien in de winkel. Met ze heeft nog een hondje. Ja, ze heeft nog een hondje. En een camera. En een camera. Ze heeft hele mooie platte schoentjes. Die pop is zo schattig. Die pop lijkt een beetje op mij. Lijkt die een beetje op jou? Als ik groot word. Dat is goed hoor. Oké, Sarah's kamer is rommelig. Mijn kamer is gelukkig opgeruimd. De make-up kamer is ook best wel netjes. Alleen, ik wil Sarah's kamer heel goed opruimen. En morgenochtend komt mijn tante voor een 1-op-1 make-up workshop. En daar aangesloten gaan we foto's maken voor haar. Sarah gaat naar mijn moeder. Gaat ze 1 nachtje logeren. Haal ik haar morgenmiddag op, toch? Morgen in de middag gaan we wat leuks doen, denk ik. Dus morgenochtend als ik wakker ben, ga ik als een speer het huis weer opruimen en weer zetten zoals het was. Zoals het hoort. Want de woonkamer is helemaal omgebouwd. Ik heb de tafel al een beetje opgeruimd. Een bank is daar. Make-up spullen zijn nog daar. Ballonnen zijn daar. Maar ik zeg jullie eerlijk. Mag ik nog wat zeggen? Wat? Ik heb het filmpje gezien. Zijra heeft de yogamat gezien. Vindt het natuurlijk interessant. Want dat ding zit verstopt in de woonkamer normaal. Is het in de kamer gevonden. Wou ze erop gaan sporten. Heeft ze dus een zilver visje gezien. En toen werd ze bang. Hey babes. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. 1 april. Ik ben nu dus de woonkamer terug aan het zetten. Ik ben mijn tafel aan het inklappen. Het is een 4-persoonstafel. Kan je ombouwen tot een 6-persoonstafel. En als je dat krapjes wil maken, kan je er een 6-persoonstafel van maken. Heb je aan elk hoofd 1 persoon zitten. En dan zijkant, elk zijkant 2. En als je hem dan uit hebt geklapt, kan je dus, zeg ik het goed? Nee, blijft hetzelfde. Nog steeds. Lang verhaal kort. Als ik de tafel uitschuif, kunnen er dus meerdere personen aan zitten. En voor de workshop vond ik het fijn om meer ruimte te hebben. Dus had ik het uitgeschoven. Tafel gaat op zijn plek. Bank gaat terug. Ik moest zo lachen om Zaira gisteren. Kwam ze thuis. Zei ze, ja, ik vind de woonkamer goed zoals die is. En zij moet zo blijven. Waarop ik haar vertelde dat we dan niet normaal de tv meer konden kijken. Kijk ze me echt zo aan. Goed, ik ga snel opruimen, want ik heb zo meteen over 2 uurtjes een 1-op-1 workshop. Ik ben al gedoucht. Ik moet alleen nog mijn make-up en zo doen. Maar ik heb een 1-op-1 workshop met mijn tante. Ja! Ik wou sowieso de groepsworkshop vooral aanbieden. En ik heb nu al aanmeldingen van mensen die een 1-op-1 workshop willen volgen. Omdat ze dat zelf fijner vinden om echt die volle aandacht te krijgen. Dus... dat gaan we gewoon regelen. Ja, look at my... Wacht, Kenki. Ja, pokoeie, hij is toren. Ik wou dit. Look at my pretty auntie. She did that. Auntie, you did that. Maar wacht even, waar gaat u naartoe? Wat is dit? Gaan foto's maken. Oké, okay, bezig zijn dus klaar met de make-up workshop. De eerste outfit hebben jullie al een beetje gezien. I'm going out. I want the world to know. Als Tante Chloe en ik samen zijn, hè. It's about, als je ons samen ziet, it's about content. Oh my god, Griekenland was echt goed. Wanneer gaan we weer? Dan heb ik een leuke locatie, Albanië. Maar zei die, ik ga naar Bali. Ik wil naar Bali. I'm coming out. Als ik jullie laat zien welke foto Tante Klauw wil maken. Kijk. Kijk, nou jongens, die foto is gelukt, hè. Oh, wat laat ik vallen? Oh, lijm. Ja, lijm. Die foto is echt gelukt. Ik ga stuk om deze vrouw. Wacht. Oh, waar is het? Ik ga jullie laten zien. Dit wordt gewoon mijn WhatsApp profielfoto. Kijk hier. Hey, maar dat is kapot spang. Hé, vooral hoe die benen zijn ingesmeerd. Oh.
Kapot mooi. Kijken jullie nou. Ik ga stuk. En ik heb met moeite een full body shot gemaakt. Want die doek is zo klein. En ze lag schuin. Oké, babes. Het is een nieuwe dag. En ik heb een verrassing voor Saira. Ze heeft geen enkel idee wat de verrassing is. Wil je het weten? Moet ik het zeggen? Of wil je het zien? Zien. Ik mag het niet zeggen. Maar ik wil het toch wel zeggen. Oké. We gaan naar Ibiza. Ik dacht het zo. Ik dacht het zo, mama. Hoeveel nachtjes? Best wel veel nachtjes. Vier of vijf nachtjes. Ja, de koffers zijn hier achter. Daarom had je die koffers gisteren gepakt. Blijf maar slapen voordat mijn feestje er is. Nee, dat niet. Dat niet, want je moet naar school. Je moet gewoon weer netjes naar school, dus dat kan niet. Zo grappig. Saira is al weken aan mijn hoofd aan het zeuren dat ze naar Ibiza wil. Weken. En mijn neefjes ook. Dus het is een verrassing. Mijn zus weet nog van niks. De kinderen weten nog van niks. Alleen mijn zwager weet het. Dus... Wie is je zwager? Wie is de man van tante Ordille? Oh! Ja, dus we gaan een vliegtuig pakken nu. Zullen we? Ja. Oké, let's go. Carry emotions. The weight of the ocean. You keep climbing mountains. Too blind to see. It's not getting you closer. To where you wanna be in your life. Weight on your shoulders. Hey, we zijn nu bij zo'n winkeltje. Even kijken hoe dat heet. Het heet hier Le Petit Atelier. En je kan echt zoveel mooie dingen kopen. De kindjes zijn aan het knutselen. Echt super schattig. Ze hebben echt allemaal zoveel leuke, lieve dingetjes. Kijk, een kat. Hey. Oh. So baby, get up, 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 up. No, don't you stay down, 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 down. No, lift yourself up, 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 up. Baby, baby, get up, baby, get up. The brighter you're shining, the darker skies get. So used to be hiding behind your fears. But from my perspective, just what it takes. You're in control here. Don't you forget. You fall and you break. You got battles to take on, but you figure it out, yeah. But you fall and you break. You got changes to make now. See the light at the end of the tunnel. It's right there. Now just look up and follow. Take one step at a time, babe. I'm with you. Ik ga echt stuk om deze kinderen. We zijn ergens op een strand. Oei. Het zat me echt dwars. Ga dat je gezondheid tegen me zeg. Maar goed, wij moeten zo gaan. Maar een van die kinderen heeft zijn speelgoed begraven. Zegt hij, ja, waar is het, ja? Van mij wel. Heb je centjes nodig? Dat is weer niet gewoon naar de tafel. Ja, ga maar aan die meneer een chips, waar is chips? Ik praat Spaans. Je kan heel goed Engels. Begin te oefenen voor wanneer we naar Engels. Ik weet niet hoe je chips moet zeggen. Oké, zal ik het klappen? Can I have a bag of chips, please? Of can I have chips, please? Dan zeg je thank you. Of je kan tante vragen hoe je het in het Spaans zegt. Vraag dan aan tante. Weet je welke chips je wil? Wil je Doritos of Chitos? Ik voel die zelf zo streng. Saira praat al de hele tijd Engels, kapot schattig. Zeg je hola. En dan zeg je quiero Doritos, por favor. Ja. Quiero Doritos, por favor. En dan eerst hola zeg, hè. Oké, kom, we gaan het nog een keer oefenen, kom. Ook met die slippertjes erbij, je maakt hem af. Zoals je ziet eindigt de vlog nogal een beetje gek. Maar dat komt eigenlijk omdat ik met familie was. En ik was zo lekker aan het genieten van de omgeving. Van het lekker eten. Van alles wat we gewoon samen deden. Ik moest mezelf er elke keer aan herinneren om de vlogcamera te pakken. Om op zijn minst sfeerbeelden
te vloggen. Dus de vlog eindigt abrupt. Sorry daarvoor. Verder hoop ik echt dat je het een leuke vlog vond. Ik vond het leuk om de beelden terug te zien. Dat heb ik altijd, het terugzien van de beelden. Nu wil ik jou bedanken voor al jouw liefde en al jouw steun hier op mijn kanaal. Dankjewel dat je elke keer weer naar de vlog komt kijken. En nu ik aan het praten ben, hè, denk ik meteen aan dat ding. Dat het kruimeltje dat in mijn mondhoekje zat. En nu ga ik ook naar mijn ogen kijken. Zijn mijn ogen schoon? Ja. Mijn ogen zijn schoon. Maar ook dat heb ik, hè. Dan ben ik de vlog aan het editen. Zie ik dat mijn ogen vies waren. Of in dit geval, in deze vlog, een kruimeltje bij mijn mond. Gadver. Ik ga de vlog afsluiten. Dankjewel voor al jouw liefde en al jouw steun hier op mijn kanaal. Dankjewel dat je elke keer weer naar de vlogs komt kijken. Dat je een reactie achterlaat. Nogmaals, ik doe echt mijn best om op jullie te reageren. Maar ik lees alles. En ik vind het echt leuk om alles terug te lezen. Dus dank je. En natuurlijk, tot volgende week. Wait. Voordat ik de vlog afsluit. Nog één ding wat ik ga afsluiten. Wil jij meedoen aan een make-up workshop? Check de beschrijvingsbox hoe je het beste contact met mij kan opnemen. En je kan natuurlijk kiezen voor een 1-op-1 workshop. Of een groepsworkshop. Dus ja. De keuze is aan jou. Nu ga ik de vlog echt afsluiten. Tot volgende week zondag. Doei doei.